Vandaag in de aflevering van The Punch, alles op het gebied van boxing-influencers op 15 februari. En hier aan tafel twee zeer bijzondere gasten, namelijk Ismael Ilgun tegen Han Wei Chang. Dat belooft wat te worden? Blijf kijken, hier bij The Punch. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. En vandaag hebben we weer een bijzondere aflevering, want alles draait natuurlijk weer over het boxing-influencers. Aan tafel heb ik een aantal diverse gasten. Beginnend eerst, aan het hoofd van de tafel daar, hebben we de enige echte WFL-oprichter Melvin Manhoef. En ook initiatiefnemer van boxing-influencers. Ja. Vertel, hoe ben je erbij gekomen om je daarmee in te... Ik ben er eigenlijk mee begonnen natuurlijk, wat natuurlijk is de influencers battle met Nessim Teganoor. En toen waren er zoveel aanmeldingen, waardoor ik dacht bij mezelf van, als dat het geval is, dan ga ik alvast iedereen alvast bij me houden om te kijken van misschien kan ik er wel wat mee doen. En uiteindelijk is dat dus gewoon gebeurd. En ik had zoveel aanmeldingen dat ik dacht bij mezelf, nou, wat is het mooie nou om eigenlijk de influencers, net zoals een sportman, te laten leven. En een soort kruisbestuiving te krijgen van hun invloed qua bereik. Dat onze vechtsport of onze sport dan ook omarmd wordt door de influencers en hun achterban. En zo wil ik eigenlijk bereiken. En ja, gaat goed volgens mij. Komen, laten we heel even teruggaan naar wat jij nou doet met WFL. Hè? Want dat is jouw World Fighting League, jouw organisatie. Laten we even kijken naar wat Melvin zoal meer doet met zijn evenement. Tot zover dus World Fighting League, wat Melvin normaal gesproken doet. Maar vandaag staat alles in het teken van boxing-influencers. En we hebben influencers aan tafel. Onder andere Lexus, die ook als tafelheer fungeert tijdens meerdere afleveringen. En vandaag onze speciale gast, Ismael. Hoi. Hoe is het? Ja, gaat goed, man. Je houdt eigenlijk niet van praten. Hè? Dat kon ik al een beetje opmaken. Uiteindelijk, dankzij jouw optreden ooit in het ver verleden, zijn er zelfs kamervragen gesteld. Maar we willen wel een beetje richten op de nieuwe Ismael, want we gaan niet terugduiken naar die oude tijd, want daar wil je eigenlijk, heb je helemaal geen zin meer in, is oud zeer. Ja, ja. Nu zijn er heel veel interessante dingen die je aan het doen bent, want je werkt tegenwoordig ook voor het AD. Ja. Een zeer gerenommeerd dagblad. Hoe kom je daar ineens bij? Ik had Roots losgemaakt en daarna was ik 6 maanden gestopt met het maken van video's. En toen wou ik wat gaan doen. Waarom was je gestopt, als ik vraag mag? Ik had er niet zoveel zin meer in, want ik had echt zoveel aandacht op mij. Ik dacht van, oké, dit is gewoon te veel voor mij, weet je. En dat was ook nieuw voor mij, ik was 19. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik moet wat gaan doen waar ik zeg maar trots op kan zijn. En toen had ik een concept uitgewerkt met een productiehuis. En toen hadden we dat voorgesteld aan het AD en die wilde in zee gaan. Dat is ineens een next level ding. Daarmee alle kritiek wordt dan in één keer van de baan afgeveegd. Ja, dat wel goede recensies. Ja, ik ben er ook heel trots. Toevallig is de aflevering, de allereerste aflevering, is vandaag op 600.000 weergaves gekomen. Dus dat is wel netjes voor een eerste documentaire. Gefeliciteerd, man. Dankjewel, man. Ja, ja, man. Dat zijn mooie dingen. En als je die 600.000 uitspreekt, begin je eigenlijk helemaal te glunderen. Dus ja, toch. Ik bedoel, het is wel iets om op trots te zijn, weet je. Het was, toen ik die hoed was maakte, was het allemaal sensatie. En mensen zeiden van, ja, puur op sensatie haal jij, zeg maar, kijkers binnen. En nu heb ik ook kunnen bewijzen van, ik heb gewoon dit gemaakt. Dat je wel degelijk inhoud hebt. Ja, precies. Die hoedvlogs, was dat tijdens je contract bij Top Notch of was dat op eigen initiatief? Dat was gewoon op eigen initiatief. Ik had gewoon een camera gekocht. Ik wil altijd al beginnen met YouTube. Ik deed sinds mijn 13e, weet je. Dus ik had een camera gekocht. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon filmen wat er in de buurt gebeurt. Ik ga gewoon mijn leven laten zien. Ik wist niet dat het zo groot zou worden, weet je. Na 13 dagen was het opeens vet groot. Dat was wel gek. Voor de mensen die nog niet weten wie Ismael is, laten we even kijken naar wie hij ook weer is. Ik ben Ismael, ook wel bekend als de treitenvlogger. Althans, als je me kent van wat de media over me heeft geschreven. Als jij niks verkeerds doet, waarom zouden wij dan zomaar iets bij jou doen? Dat omdat is niet logisch. Waarom dan? Met haar wil ik niet eens een gesprek. Nee, maar ja, goed. Nooit geweest. Ik zeg je dat de laatste keer, wij gedragen ons. Maar er zijn een keer een paar dingen gebeurd, die zijn op beeld gekomen. We zijn een beetje negatief op het beeld gekomen.
Maar dat betekent niet dat het voor altijd zo gaat blijven, toch? Ja, dat laatste beeld is dan zeg maar waar de heel Nederland overviel. En ja, vervolgens klopt. Zien we allerlei andere beelden. Dat je ze ook bijna een soort motivational speeches ook doet. Ja, klopt. Toevallig morgen weer. Overmorgen. Bij filmfestival van Groningen. Dus dat spreken doe ik best wel vaak. Dat is wel leuk. En waar praat je dan hoofdzakelijk over? Meestal over het verleden. En hoe ik van iets negatiefs iets positiefs heb kunnen maken. Ondanks dat heel Nederland over me heen viel als 19-jarige jongen, weet je. Ja. Dan moet je wel iets recht kunnen zetten. En het is moeilijk omdat de media heeft een soort van een macht, weet je. En om daarover heen te komen is het best wel moeilijk. Waarom? Als zij jou willen uitmaken voor iets, dan lukt dat ook. Ik ben er zo ver gekomen dat zelfs mensen die mij kenden een slecht beeld over mij kregen. Dus zo machtig zijn ze en daar ben ik wel overheen gekomen. Ik ben gewoon doorgaan, weet je. Niet gestopt. Dus het is een soort haat-liefde-verhouding dan wat je met de media hebt eigenlijk. Ja. En ik merk dat ook met het boksen. En dat vind ik zo mooi. En ik heb ook gezegd van ik wil gewoon doorgaan met deze sport. En niet, ik hoef niet iets professioneels te bereiken of zo. Heb je een goede mindset gekregen door trainen ook? Ja, het is echt iets. Je geeft heel snel op, man. Ik had in het begin dat ik echt heel snel opgaf. En mensen zoals hem en mensen zoals gewoon heel veel mensen om me heen die motiveerden me en zeiden van, want er is ook heel veel angst en er speelt heel veel mee. Want je wilt gewoon goed doen, maar je bent in het begin gewoon slecht en dat is moeilijk te accepteren, weet je. Ja? En die vooruitgang wil je gewoon snel en als dat niet komt dan begin je te twijfelen en die klappen kunnen soms echt raak komen en dan denk je van, ja wil ik wel verder en zo, maar ja zoals dit. En dan denk ik van, het is een mooie sport, weet je, want die blijft maar doorgaan en het maakt je mentaal ook gewoon sterker, dat je nooit moet stoppen met iets. Wat gebeurde hier dan, zeg maar? Dat was een beetje te streng daar zo. Vertel eens, Mel. Nee, niks. Nee, ik zeg eerlijk, ik had hier ook een grote mond. Ik zeg, ga je klappen, ik ga dit met je doen. Ook boven, ik zeg tegen hem, wacht maar, jij gaat zien en zo. Ik weet ook niet waarom. Wacht, voordat we verder gaan, laten we even naar het fragment kijken eerst, want dat is misschien beter. Dat is niks meer. Oké, Mel, leg even uit. Wat is daarbij? Voel jij soms jezelf geroepen dat je soms ego's even moet breken door even een pakje te geven? Ja, sowieso op dat moment wel natuurlijk. Zeker als je mij gaat twijfelen aan mijn kunnen. Snap je? Dan wil ik dat wel laten zien. Dat heb ik dan wel waarschijnlijk laten zien daar. Maar weet je wat het is? Kijk, dat is het mooie wat hij nu ook gewoon zegt. Ik zie het boksen. Zie ik als leven. Snap je? Boksen is gewoon voor mij way of life en boksen is leven. Ja. In het leven krijg je klappen, teleurstellingen, je krijgt alles. Weet je? En dan moet je allemaal overheen. Hij vertelt het gewoon echt waar, zo is het ook. Hij kwam bij mij trainen, wilde opgeven en nu zie je hem telkens sterker worden, telkens toch een stukje verder willen gaan om een doel te bereiken. Ja. En dat is gewoon eigenlijk wat het is, weet je. Iedereen wil zijn doel bereiken en no matter what, je moet gewoon je doel bereiken, man. Nou, ik heb eigenlijk een bijna gênant verhaal te vertellen. Oh, graag. Nou, in het begin toen ik tegen Ismael Ilgun ging sparren, ik hoefde alleen maar op hem af te lopen en die jongen was al knock the fuck out. Nou, afgelopen zondag sloeg hij mij bijna letterlijk knock the fuck out. Jij? Dus ja, ik zweer het. Het spijt me, mensen. Ik weet, ik lijk op Rambo, Superman, alles in één. Maar Ismael is het bijna gelukt om mij knock the fuck out te slaan. En zelfs naar jou, man. Je maakt echt rare, hoge en goede sprongen, man. Ik ben echt trots op je, man, broeder. Man. Serieus, dat betekent echt veel voor me. Maar je bent jezelf ook tegengekomen in dat hele proces dus. Jezelf ergens naartoe werken en niet gedacht dat je zo diep kon gaan bij jezelf. Ja, ik had echt niet. Ik zie wel die vooruitgang. En dat is het mooie. Wanneer je die vooruitgang ziet, krijg je steeds meer motivatie om steeds beter te worden. Maar betekent dat dus ook dat jij na dit gevecht gewoon 100. Door blijft gaan 100. Met sporten? Sowieso, ook al krijg ik geen wedstrijd hierna, ik wil gewoon niet meer verder gaan. Ik vind het gewoon leuk, weet je. Sterk, ik wil gewoon steeds beter en beter worden. Ik vind dat vooral leuk, weet je, de vooruitgang. Dat je eerst niet eens een stoot durft te geven en dan opeens zit te rammen, weet je. Dat is gewoon leuk. Ja, dan ga ik het toch even vragen nog. Natuurlijk. Even Hanwei, wat ga je doen met die partij? Ik denk wel dat ik ga winnen. Nee, ik denk niet, ik weet wel zeker dat ik ga winnen. En de rest bewaren voor in de ring. Niet te veel over je gameplan praten. Dan heb ik wel nieuws voor je, want hij staat klaar voor de face-off. Dus de vraag is, ben je er klaar voor? Strijder. Succes met voorbereiding. Dank je wel. En veel plezier zo direct met de face-off. Face-off!
Yo, stelletje supersterk, ben je papi Lex en Don. En welkom bij een nieuwe aflevering van The Face Off. Deze twee top influencers zullen het tegen elkaar opnemen de 15e. En ik ben benieuwd, Hanwee, wat ga jij met Ismael Ilgun doen? Ja. En laat zijn neus dit keer met rust. Dat blijft toch nog steeds mijn plan, man. Zijn neus een stukje kleiner maken. Ismael, wat vind jij van Hanwee? Ja, hij heeft wel grote prijzen gekregen. En hij is een beetje uit zijn vel gekomen. Hij weet niet hoe ik nu vecht. Jij weet er wel wat van. Ja, ja zeker. Daar gaan we geen uitspraak over doen. We gaan vertellen. Maak het een beetje heet. Oké, ik ga jullie straight hoe zeggen. Hoe was dat zondag? Zondag heeft hij me een paar goede stompers gegeven. De eerste 10 minuten wist ik niet meer wat mijn naam was. Maar ja, dat is tussen ons. Je weet toch, bro. Dus overtuig jullie me eventjes. Ja, wie is de winnaar van de 15e? Je moet zeggen van, ik heb zelfvertrouwen, dit en dat. Maar bij mij zit die zelfvertrouwen er echt in. Dat heb je ook gezien. True. Hoe ik er nu in sta, is gewoon klaar. Ik ga winnen. Er is geen andere optie voor mij. Ik kan niet verliezen. Ja, ik zit zo je neus een beetje te bestuderen, man. Wat ga jij met hem doen? Ik ga deze man slopen, man, 100%. Komt helemaal goed, houden, helemaal geen stress. Gaat goede klap krijgen. Denk je dat je mij keihard kan slaan? Ja. In de zin, heb jij je kaart nog niet? Heeft hij het over hem gegooid of is het? Zo hoort dat. Niet zo. Terug in de studio van de Face Off. Hanwee, hoe ging dat net? Ja, ik was een beetje nat geworden. Ik bedoel, ik snapte wat hij probeerde te doen, maar het kwam er toch niet helemaal uit, weet je. Ik bedoel, als je zoiets gaat doen, moet je het wel goed doen. Ja, oké. Okay, maar goed, dat gaan we dus zien op 5 februari. Uiteindelijk is zo'n feest natuurlijk wel heel belangrijk. Het is heb je dan nog zoiets, een momentje van, nou, daar ga ik lekker door, dat je hem goed in de ogen kan aankijken? Of had je zoiets van, kom nou maar gewoon, ik sla je toch wel tegen het canvas. Kijk, weet je, buiten de ring moeten we het gewoon professioneel houden. En dan binnen de ring, ja, dan wordt het gewoon oorlog. Ja. Maar buiten de ring, op zich, we zijn gewoon cool, dus. Wat vond jij van de Face Off, Mel? Ja, het was intens. Wat ze net deden, dus ja. Ja, ik... Moet je daarom lachen als je dat ziet? Of... Nou, ze gingen bijna los op elkaar. Dus ja. Ik denk dat ik daarom moet lachen. Maar het is gewoon, ja, het is... Maar dit is toch wat goed. Je uiteindelijk wil bereiken, toch? Ja, je wilt dat niet bereiken. Maar de emoties lopen gewoon hoog op. Ze willen gewoon allebei winnen. En dat is gewoon professioneel. Snap je? Ja, als je allebei wilt winnen... Een beetje sensatie is toch goed? Of? Ja, oké. Okay. Het is een beetje water en Stiekem zit die gebeuren. Van binnen gewoon iemand te smullen. Oké. Ja, oké, okay, kan ook. Mag ook. Hey, Hanwee, voordat we verder gaan, zullen we even de mensen thuis laten kijken wie jij precies bent? Alright. Alsjeblieft iemand, help mij. Stomme kut Aziat, luister toch nooit. Maar ja goed, oh shit, waar was ik gebleven? Oh ja, bij de haters. Doe die haters, doe je ding. They are just a minor thing. Doe die haters, doe je ding. They are just a minor thing. Doe die haters, doe je ding. They are just a minor thing. Doe die haters, doe je ding. They are just a minor thing. Dus ik ben wel benieuwd of hij in het echt ook zo'n beetje gangster is. Dus over de highlights. Hanwee, je bent in een hele korte tijd een van de meest populaire YouTubers geworden. Ja, het ging heel snel, ja. En hoe oud was je toen je ermee begon? Toen ik ermee begon was 2 jaar geleden. Dus ik was toen zo'n 16. Ja. En hoe ben je erbij gekomen dan? Want altijd wel interesse gehad om gek te doen. Nee, voor de het begon dus zeg maar letterlijk. Ik zat YouTube filmpjes te kijken van andere YouTubers. Met mijn vrienden. En die zeiden van, yo, is dat misschien niet wat voor jou? En zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Toen dacht ik van, oké, weet je, ik kan het op zich wel proberen. Ja, zo ben ik het wereldje ingedoken. Ja. Hey, en de link met de influencersboxing, zeg maar. Dat was echt vanuit Ismael die jou had uitgedaagd? Dat was echt heel random. Ismael stuurde me een DM van, hoe sta je tegenover een bokswedstrijd? En ja, zo is dat gebeurd. En toen dacht je van, nou weet je wat, ik kan eigenlijk wel een paar stoten uitdelen. En ik ben gewoon naar de volg gegaan. Ik zag het wel zeg maar als iets om later ook op terug te kijken. Want het is best wel vet als je zo overdenkt in 3 maanden tijd een bokser zien te worden. Tegen Ismael vechten en dan ja. Je bent van Chinese afkomst? Ja. Je ouders die zijn zeer succesvolle ondernemers. Als het goed is restaurants, hotelketen ook? Nee, we hadden eerst restaurants. Die zijn verkocht en nu alleen maar hotelketens. Hotelketens. Oké, okay. En over hoeveel hotels praten we? 4 of 5 nu volgens mij. En alles in Nederland of ook... Alles in Nederland en rondom Amsterdam of in Amsterdam. Oké, okay. Dus je komt uit een ondernemersgezin. Ja. En ik heb ooit een uitspraak gehoord ergens bij jou... dat jij voor je 30ste 100 miljoen op je bankrekening wil hebben? Dat is het plan. Ik weet niet meer of ik zei voor mijn 30ste, maar 100 miljoen is wel het plan. En waarom 100 miljoen? Vind ik gewoon een mooi getal. Wat vind je ervan, Mel, als je dat zo hoort? Ik heb gezegd net, je moet een doel hebben. En als je een doel hebt, kan je ergens naartoe leven. Dus als dat zijn doel is en zijn motivatie, dan moet hij dat gewoon doen. Snap je? Ik support dat. En hij kan beter een doel hebben om
iets te bereiken dan geen doel hebben en gewoon op zijn reet te zitten. En dat doet hij niet. Maar wat hij ook zegt, ik heb ook gemerkt bij mezelf dat ik heel doelgericht ben. Bijvoorbeeld in 3 maanden tijd een bokser worden, ik train er keihard voor. Als ik maar een doel heb, dan ga ik er wel echt voor. Dus zo'n doel opstellen heeft bij mij wel vaak zin, zeg maar, om me te motiveren ook. Ja, ja, want het is wel. Maar wie is Han Leen eigenlijk? Als je nou zelf in een paar woorden zou moeten omschrijven, hoe zou je jezelf neerzetten? Eigenlijk een doodnormale jongen die net klaar is met zijn middelbare school en zo meteen een potje gaat boksen. En wat ga je na het boksen doen? Ik denk, ik ga het bijhouden, want ik vind het wel leuk. Ja? Maar niet meer zo intens zoals ik het nu doe, maar wel gewoon 2 keer per week trainen of zo. En als je toekomstgericht kijkt, zeg maar, waar is die goal dat je straks richting die 100 miljoen, waar ga je het mee verdienen? Onroerend goed, auto's? Hotel, ook de hotelbusiness. Oh, ook de hotelbusiness. Ja. Je gaat echt in de family business? In dezelfde. Ga je daarmee door? Hey Mel, hij is een heel uitgesproken persoon. Hoe hoog schat jij zijn verwachtingen in tegen Ismael dat hij gaat boksen? Hetzelfde als ik tegen Ismael, of hetzelfde wat ik van Ismael ook verwacht. Snap je, ze gaan er allebei gewoon voor. Ik heb trainingsbeelden gezien. Vond je daarvan? Ja, vond ik leuk. Vond ik hartstikke goed. Ik zag een paar mooie dingen, slip en gelijk een countertje erop. Dus ja, dat zijn wel hele goede dingen. Dat je toch in zo'n korte tijd een slipbeweging maakt en gelijk de juiste stoot daarna kan plaatsen. En raak ook nog. Wie oogt er fanatieker op de pets? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het begin kwam, toen was Ismael iets minder serieus. En toen was hij serieus, maar hij trainde toen al volgens mij 6 dagen. En Ismael nog niet. Hij zei, ja, ik ga van de week ga ik beginnen. Toen keek ik hem ook aan, oké. Was dat voor of nadat je Ismael een pakje had gegeven op die beelden die we hebben laten zien? Dat was echt helemaal niet gezien. Dat was dan nog de voorstel. Want hij net oogde die super scherp. Maar dat is het hem. Dat is het hem. Hij heeft die change gemaakt. Hij heeft echt die change gemaakt. Dus ik moet je eerlijk zeggen, hij traint 2 keer per dag. Komt gewoon, spreekt af met jongens bij mij op de gym. En ja, ze doen hun ding. Dus hij is nu wel echt dedicated. Dus daarom zeg ik, nu is het misschien een andere Ismael als wat ik daarvoor had. Snap je? En ik denk dat ze nu op een niveau zitten dat ze wel beide gelijkwaardig zijn. En dat is gewoon het mooie van dit. Snap je? Het enige voordeel wat Ismael heeft is gewoon dat hij gewoon veel langer is. Ja. En als hij zijn reach goed gebruikt, dan hebben hij misschien dan. Maar ik heb gezien hoe hij aan de sparren was. En ik zag al van, hij drijft wel, hij drukt wel, hij heeft goede druk. Dus ja, het wordt echt spannend hoor. Nou, tot zover dit gesprek, Han. Dankjewel voor je komst. Heel veel succes met de voorbereiding. Dank je. Melvin, jij ook bedankt voor je bijdrage. Dat is over deze aflevering van The Punch. Alles stond in het teken van boxing influencers. En ik zou zeggen, in ieder geval 15 februari, Topsportcentrum Almere. Dan gaat het toch echt plaatsvinden. Dank voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Hoi.